ja, waar gaat het nou uiteindelijk om? Dat je die bestuurders een beetje meekrijgt en dat je afspraken maakt. En dan, wat ik ook heel mooi vond in jullie slot, dat was dat aanwijzen. Hè, van what can you do for the country? Nou, dat is natuurlijk de vraag. Wat kunnen wij nou doen voor ons land als het gaat om regionale en overige waterkeringen? Ik had eigenlijk die hoge hoed ook nog, maar dat past natuurlijk ook weer niet bij een waterschap. Dus laten we maar gewoon naar de inhoud gaan. Want volgens mij zit dat hier volop in de zaal. En er staat al een tijdje, en daar zitten jullie allemaal naar te kijken, natuurlijk een prachtig gebied op de kaart. En dat is een soort Zwolle Plus. Hè, ik hoorde net dat Zwolle is dus een soort van voorbeeld. Dan hebben wij een soortgelijke stad, een beetje kleiner, Rotterdam zeg maar. Dus daar doen we dat in het klein, wat Zwolle dan in het groot doet. En daarnaast ligt Capelle aan de IJssel, dat ligt er aan de andere kant. Ja, dat is nog wat kleiner en dat is, je merkt al van als je dus het goede gesprek gaat voeren, heb je met hele andere partners te maken. Nou, daar liepen we in deze case ook tegenaan. Wat zien jullie hier op die kaart? Nou, dat is dus een stuk van Nederland. De A16, de Brienenoordbrug, die kennen de meeste mensen wel. Dan hebben we een primaire waterkering, die kende ik ook al lang, want ik heb 16 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt. Wilde vorig jaar een beetje ervaring opdoen bij een waterschap, van hoe is dat nou? En ik nam contact op en ze zei van, nou, dat is een goed idee, kom eens even wat kennis uitwisselen. En jij weet wat van buitendijks en primair, dus wij hebben nog wat voorlandkeringen en secundaire keringen, misschien kan je daar eens over nadenken. Nou, vond ik leuk, dus dat ging ik doen. Vervolgens kreeg ik een heel stapel papier, want ja, jullie kennen Frans Veerman, die was er al een tijdje mee bezig geweest. Dus de stapel papier was gegroeid, René Piek was er mee bezig geweest, die had allerlei onderzoeken gedaan, nog een grotere stapel papier, dus ik kreeg zo'n stapel papier. En vervolgens zei ze tegen mij, ja, ga jij dat dan nog even met de gemeentes bespreken en met de bestuurders en dan maken we het verhaaltje af. Ja, dan is de vraag, hoe doe je dat? Nou, ben ik van het type beter snel gejat dan lang nagedacht, zeg maar. En ik vond op een gegeven moment, en deze heb ik ook al gejat, hij moet natuurlijk nog gepresenteerd worden straks en aangeboden. Dus wat ik nu doe is volstrekt illegaal, gewoon met die handreiking wapperen. Maar zo ging het eigenlijk, want ik vond op een dag op een bureau, lag er gewoon een handreiking aanwijzen en nommeren. Ik zeg tegen Frans, waar komt die nou vandaan? Hij zegt, ja, van de provincie. Ik zeg, maar we moeten hier toch met de provincie over hebben? Ja. Zullen we dan die handreiking gebruiken? Nou, eigenlijk wel een goed idee. Dus, dan staan er hier, om het nou niet al te lang te maken, want jullie wilden naar de pauze, het belangrijkste onderwerp van deze dag. Ga ik niet over al die gebieden wat vertellen en over al die keringen. Ik focus op dat onderste stukje, Polder de Esch. En de voorlandkering die daarvoor gaat. En dan ga ik gewoon even vertellen hoe wij die vier stappen dan een beetje doorlopen hebben. En dat mag met de volgende sheet. Want wat ik al zei, ik vond op een dag die handreiking en ik dacht, hey, dat is handig, dat zijn maar vier stappen. Dat klinkt best als een, als ik dat nou eens in vier PowerPoint sheets neer kan zetten en dan kan uitleggen hoe dat werkt. Misschien dat ik het dan die afdelingshoofden en die bestuurders, die waren bij ons namelijk ook net allemaal nieuw. Ik kwam van Rijkswaterstaat, ik had al een beetje achtergrond. Dan krijg je een afdelingshoofd wat eigenlijk van toeten nog blazen weet. Een nieuwe bestuurder die bij een gemeente vandaan komt. Dus ik denk, nou, die vier stappen, dat ga ik gewoon eens als leidraad gebruiken voor mijn presentatie. Dus dat is nu ook de leidraad. Wat in rood is, dat is een beetje de rode lijn van mijn presentatie. Dus daar zie je weer die vier stappen. En dan die handreiking. Wat donkerblauw is, dat was dus al die stapels papier van Frans en van René. Die lagen er al. Hè? Dus we hadden de situatie in beeld en ook de gevolgen van overstroming. En dan niet zomaar een beetje. Hè? Dat gaat dan tot en met lokaal individueel risico. En dan teruggerekend naar de kering. Alsof het een primaire waterkering is. Hè? Ik bedoel, maar goed, de vraag is, als je met de bestuurder gaat praten, ja, maar wat speelt er dan nog meer? En als wij met de gemeente gaan praten, loopt een weg over. En wat is hun rol dan? En het is buitendijks, daar gaan we toch eigenlijk helemaal niet over. Dat is toch aan de burgers en de bedrijven. Nou, dan ga je dus die stappen verder in beeld brengen, zonder die grote dikke pakken papier. Nou, dan komt stap 1, de situatie in beeld. En dan is wel leuk, want dan heb je dus met gemeente Rotterdam te maken. En ik zei gekscherend, dat is Zwolle in het klein. Dat is natuurlijk niet zo. Rotterdam is een stad die met waterveiligheid leeft en voorop loopt. En die hebben dus ook gewoon een tool daarvoor. Die hebben buitendijks, hebben ze overal bepaald van hoe hoog kan het water komen. Daar zit zelfs een soort ringcorrectie in. En je kan gewoon op hun website de waterstanden invoeren. En dan zie je of je droog blijft of niet. En dat is dan gekoppeld naar waterstandsvoorspellingen van Rijkswaterstaat. Ik zelf woon ook buitendijks daar ergens. Dus mijn buren die weten ook allemaal. Want Rotterdam die communiceert erover. Je zit buitendijks op eigen risico. Daar kun je je zandzakken halen.
Dus als het een beetje begint te stormen, dan worden al mijn buren al zenuwachtig. En dan vragen ze mij, hoe hoog kan het water komen? Nou, dan wijs ik naar diezelfde site of ik zet in de app even van, nou, dat wordt 4 meter. Wordt het nooit, hè, gelukkig. Maar stel dat je 4 meter... Dit is het plaatje bij 3,08 meter. Overigens, de oude overschrijdingskans van de primaire waterkering had 3,60 meter. Dus je zit ook met je dijken dan al in de knel. Maar goed, dan kan de buitendijks van alles gebeuren. Zijn wij niet bang voor, hè, want ik heb geen pakket. Ik heb gewoon beton op de vloer liggen, dat kan het allemaal wel hebben. De cv staat op de eerste verdieping. Maar is dat bij al die mensen buitendijks zo? In die gebieden, achter deze voorlandkeringen, willen ze misschien wel wat meer bescherming. Nou, je ziet hier dat op een gegeven moment de Esch dan al is ondergelopen. Het voormalige drinkwaterleidingterrein nog niet. Dus dan denk je, nou, die Esch, dat is wel spannend. Nou, gelukkig zie je daar ook wat natuur onder. Maar goed, ik had niet zo heel veel tijd. We wilden naar de pauze. Laten we stap 2 dan maar doen. Stap 2, nou, ik zei al, van Rotterdam loopt voorop in waterveiligheid. Dit is een plaatje uit de New York Times. Die hebben gewoon alle overstromingsrisico's van Rotterdam in beeld gebracht, binnen- en buitendijks. En dan zie je hier dus dat je buitendijks zo gek nog niet zit. Dat poldertje, dat geeft dan inderdaad nog wat kleurtjes. Daarachter zie je vergelijkbare kleurtjes. Hè? Als het, dan heb je ongeveer eenzelfde overstromingsrisico's. Maar we hebben een aantal polders waar het allemaal veel spannender kan zijn. En waar het lokale individueel risico dus ook veel groter kan zijn. Ja, hoe zit dat nou met binnen- en buitendijks en dan normeren? Nou, voor dit poldertje is het zo. Dat zie je, de polder de Esch in het midden. Ja, als dat dijkje doorgaat, dan is dat binnen no time heel snel, heel diep. Dus 4 van de 10 mensen die er dan is, die zal overlijden. Dat is niet handig. Als je dat terugrekent naar de dijk, zoals René Piek dan gewoon laat doen, dan kom je op een norm van 1 in de 80.000 jaar. Dat is de primaire kering die daar ligt, is inderdaad 1 op de 100.000. Dus dat klopt wel ergens. Maar ja, het rare was wel, we hadden een primaire kering en een voorliggende kering. Gaan we dan die voorliggende kering weer een soort primair maken voor dat buitenrijksgebiedje? Vast niet. Economisch kon het in ieder geval niet uit. Gelukkig staat hier, hè, zonder evacuatie. En wat is hier met deze polder? Want hoe is die eigenlijk ontstaan? Het was ooit de primaire hoofdwaterkering, na 53. Hij is in 53 blijven staan. Toen hebben ze alle industrie eraf geveegd. Er mochten nog een paar mensen blijven wonen. Rijkswaterstaat was een bochtafsnijding van plan. Dus die hebben de kering naar achter gelegd. Ja, die oude die ligt er nog en er ligt een weg over. Dus je houdt hem in stand. Maar eigenlijk heeft hij geen waterkerende functie meer. Maar waren ze toen als een slimme Rijkswaterstaat, zei tegen de gemeente, dan moet jij wel zorgen dat ze op tijd geëvacueerd worden. Dus die afspraak ligt er. Het waterschap vindt ook wel handig dat die blijft liggen, want het is een soort golfbreker voor de primaire kering. Maar de weg erop is voor de gemeente, dus dat is ook een hele praktische afspraak. Hoppa, boven de 2,45 meter, dat is dus ver onder die overstroming, staat de gemeente aan de lat. Die zorgt voor die kering en het weglichaam erop. Dat zijn de oude afspraken. Maar als je gaat aanwijzen en ommeren met de logica van een waterkering, ja, dan moet je er misschien weer anders tegenaan kijken. Maar dan komen er andere maatschappelijke belangen in beeld. En dat is stap 3. Nou, daar staat het nog eens een keer. Want ik loop een beetje vooruit op mijn eigen verhaal. Dus de evacuatie is verantwoordelijkheid van de gemeente. Ja, het is onze oude dijk. En de gemeente is natuurlijk... Ja, het is wel Rotterdam en die hebben wel wat kaders en dijken, maar echt een dijk beheren als een dijk met een legger en vergunningen en dat soort dingen, dat is toch niet helemaal des gemeentes. Dus die hadden zoiets van, joh, laat dan maar lekker die oude, die verwijzen eigenlijk in hun bestemmingsplan nog steeds naar die legger van die oude primaire kering. Maar naar de nieuwe ook. Dus bijna dat hele gebiedje zit ongeveer onder het beheer van de legger die nog steeds, die nooit is ingetrokken. Dus daar sturen we nog op. Maar ja, wat voor norm hang je er aan? Als je er eentje achter hebt, 1 op 100.000. Daarvoor, je wil hem wel laten liggen. En ja, dan ga je natuurlijk ook kijken van wat staat er nog meer in dat bestemmingsplan. Nou, het is vooral een natuurgebied. Er zijn ook nog wel eens plannen om die dijk door te steken en er weer een beetje getij op te zetten. Er ligt een beetje diep voor. Is er nog niet van gekomen. Er wonen een paar mensen. Er zit een kunstenaar. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Nou, dan pas, en dat is het leuke onderscheid van de handreiking, kom je in stap 4, dan ga je met de bestuurders praten. Dit is allemaal nog ambtelijk wat je allemaal kan voorbereiden, klaar kan leggen en dan hoeven ze alleen nog maar een klap te geven. Maar dan komt gelijk van, inderdaad die hele discussie van, ja, maar wat is nou buitendijks? Het is verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.
En dan heeft het Rijk gezegd, wij doen er helemaal niks meer aan. Dus lokale overheden, zoek het maar uit. Die kijken in eerste instantie naar de gemeente. De gemeente zegt, van ja, buiten Rijksverantwoordelijkheid, burgers en bedrijven, die gaan maar hoog genoeg zitten. Wij geven wel een uitgiftepeil. We gaan daar toch zeker geen keringen beheren en aanleggen. Nou, dat is dan wel even de vraag. Van, is dat dan maatschappelijk gezien? Is dat verantwoord? Of mogen die mensen daar toch wat bescherming verwachten? Bijvoorbeeld omdat er altijd al een waterkering lag. Die werd beheerd door een waterschap. Dan verwacht je toch wel iets van een waterschap. Maar uiteindelijk, dat was best een lastig om dat gesprek goed voor te bereiden. Uiteindelijk hebben wij dit schemaatje er nog even bij gemaakt. Het staat dus niet in de handreiking, maar hebben wij specifiek voor deze buitendijkse situatie. We zeggen, kijk nou eens eerst, wat kan die gemeente dan zelf regelen? Die is uiteindelijk voor orde en veiligheid. Kunnen zij het in hun bestemmingsplan uitgiftebeleid? En voor heel veel buitendijksgebieden is dat zo. Dat ligt gewoon hoog zat, daar kun je gewoon prima wonen. Daar hoeft het waterschap en de provincie zich niet mee te bemoeien. Maar je hebt situaties waarin er gewoon een voorlandkering ligt die wel een functie heeft, al is het maar voor je primaire kering, en die ook breder kan gebruiken. Nou, dan zou je dat kunnen zeggen van, nou, het waterschap zegt van, dat is de overige waterkering, we hebben daar een bepaald belang bij en we hebben ook beleidsregels om dat zo te houden. En vervolgens zou je nog kunnen zeggen van, ja, maar dit is zo'n groot belang, en dat heeft een regionaal, hè, daar vinden we dat we als provincie ook iets van moeten vinden. Dus dit wil dus niet zeggen dat de toepassing van deze handreiking dus overal zo geldt. Hè. Hollandse Delta heeft een heel ander traject gehad. Dat ging inderdaad over polders en boezems. Dit gaat over een voorlandkering buitendijks. Maar ook bruikbaar. Nou, dan mijn laatste plaatje. En dan kunnen jullie naar de bossenbollen en de koffie. En wat ik eigenlijk leuk vond, ja, ik vond dus gewoon de provinciale handreiking ergens in, ja, wat was het, augustus of wat dan ook, op mijn bureau en heb hem toen gebruikt. En al snel waren jullie in gesprek over, kan dat niet een landelijke werking krijgen? Frans zei van, hey, dan kan je Arie wel een verhaaltje laten vertellen. Dus deze sheet gaat over van, heeft het nou zin om die provinciale handreiking ook landelijk te gebruiken? Nou, ik denk van wel, want het is gewoon een handig hulpmiddel. Dus beter slim en snel jatten dan lastig en moeilijk zelf verzinnen. Die structuur die helpt, gewoon om het er ook uit te leggen. Wat ook heel erg hielp was, telkens weer als je ook bij een gemeente komt, hè, bij gemeente Rotterdam wisten ze wel van, maar die hadden zoiets, ja, wij buitendijks, wij snappen het wel. Laat maar zitten met jullie keringen. Maar Capelle is een heel ander verhaal. Daar kom je en zeg, oh, wacht even, ja, dat is ook zo, dat is buitendijks. Hè. Wij wilden daar net een kantoorgebouw woontoren van maken. Misschien moeten we er toch nog eens even goed over nadenken. Heb je dus een andere rol als waterschap, om ze inderdaad ook te wijzen op die verantwoordelijkheid voor buitendijks. En wat helpt dan zo'n handreiking? Is dat je zegt, ja, maar in Nederland, of nou, het was bij ons in Zuid-Holland, maar nu kun je dus zeggen, in Nederland hebben wij gewoon een manier waarop we daar naar kijken. We hebben een aantal stappen die we doorlopen en dan gaan we daar bestuurlijk over praten. En dat helpt als je met een afdelingshoofd wat nieuw binnenkomt of een bestuurder, dat je zegt, van, hey, dit zijn onze manieren. En dan hoef je daar ook niet uitgebreid over de aanpak te discussiëren, want nou, dat deden we wel in die voorbereiding naar landelijk. In Friesland zei ze, ja, maar we hebben het allemaal al bestuurlijk dichtgetimmerd. Nou ja, dat kan, maar na een aantal jaren zit er een andere bestuurder en dan pak je gewoon die handreiking in en dan zeg je, ja, maar tegenwoordig doen we het zo. Want dat helpt best wel, om het gewoon eerst ambtelijk goed voor te bereiden en daarna bestuurlijk af te wegen. Je hebt bestuurders nooit in de hand, als die zeggen, het moet andersom, dan moet het natuurlijk andersom. Maar soms kan je dan even slim op een bepaald moment zeggen van, hé, we kiezen een nieuw startpunt. Bijvoorbeeld nu, ik weet niet waar jullie mee worstelen, maar je zou kunnen zeggen van, hé, wij hebben hier een lang lopend, slepend traject. We zijn al 8 jaar bezig, maar er ligt nu een handreiking. Meneer de bestuurder of mevrouw de bestuurder of lieve afdelingshoofd, zullen we het gewoon eens via de handreiking gaan doen? Nou, hoef je het ook niet nog een keer uit te voeren. Hoe breder, hoe beter. En je kunt een beetje met elkaar vergelijken. Maar blijf altijd nadenken, blijf maatwerk. Fantastisch. Dankjewel.